FC Groningen heeft gisteravond ook in het vijfde duel van de Europa League geen zege kunnen pakken. De Groningers verloren het uitduel met 2-1 van Olympique Marseille in een akelig leeg stadion. Er waren slechts 9000 toeschouwers. FC Groningen blijft op de vierde en laatste plaats in de pool met 1 punt uit 5 duels. Over 2 weken volgt de laatste wedstrijd in de Euroborg tegen Sporting Braga.